Welcome back everybody, welcome terug op het kanaal van UGX Mysterious. Vandaag nieuwe gameplay, MSMC gameplay. Nee, met suppressortje en extended clip natuurlijk. Heb je iets met kogels en MSMC reload best wel snel. Dit was eigenlijk trouwens 2 of 3 potjes nadat ik dat potje van gisteren had met die host migrations. Hier zaten ook weer 2 of 3 host migrations in, ik weet niet meer zo. Ik heb het een klein beetje uitgeknipt, dus dan duurt die tijd iets korter. Dit keer duurde het potje wel helemaal het hele potje. Maar je gaat het toch eigenlijk een beetje irriteren aan die host migration. Je zit dan bijvoorbeeld lekker in een flow soms. En dan krijg je host migration. En daarna raak je soms niks meer. En dat is gewoon zonde. Ik merk wel de laatste tijd. Ik speel heel veel met UV Counter V Orbital. Of UV Orbital EMP System. Noem dat allemaal maar op. En dat gaat steeds beter. Ik krijg elk potje wel 50, 55 kills meestal nou gemiddeld, denk ik. En dat is gewoon lekker als je dat krijgt. Gewoon gun kills, 50, 55. Dan weet je, oké, ik ben het goed bezig. Als je daar nou nog je scorestreaks bij had, als je echt met scorestreaks speelt, dan had je misschien ook nog wel aardig veel kills kunnen maken. Had je misschien 100 plus kunnen hebben en weet ik het allemaal niet. En ja, dan moet ik gewoon kijken. Ik wil gewoon een 100 plus. Ik wil eigenlijk met zo laag mogelijk killstreaks 100 plus halen. En waarom? Dat is ten eerste, je hebt heel veel gun kills. Dat maakt het dan mooi. En ten tweede, als je met hele lage killstreaks, dus skillende killstreaks, 100 plus haalt, vind ik het helemaal goed. Daarom, ja, ik weet niet of het mogelijk is. Maar ik ga misschien een keer met Sentry Gun, Lightning Strike of zo. En Orbital, zoiets. Als je daar 100 plus mee kan halen, is toch best wel vet, lijkt mij. Ik weet, het is lastig. Maar als je eenmaal je Sentry Gun hebt, kan je toch wel een kant afdekken. En met je Lightning Strike geluk hebben met een paar kills. Dan komt het zeker allemaal wel goed. En met Orbital kan je gewoon echt Beast en hem en weet ik veel allemaal gaan in hun spam. En spam. En ja, dat zie je dan ook af en toe. Laatste tijd merk ik wel, ik kan steeds beter rushen in Black Ops 2. Je ziet me bijna niet meer stilstaan. En dat is toch wel een ding waar ik eigenlijk ervaring opgebouwd heb. Want heel veel subs vragen, ja, hoe kom je nou zo goed? Nou, ik zal je zeggen, door heel vaak dit te proberen. Te proberen te rushen, te proberen blijven lopen. En ook, kijk, en heel veel zeggen, je moet soms je minimap in de gaten. Ik zal je zeggen, ik ben denk degene die heel vaak op zijn minimap kijkt. Echt super, super vaak. En waarom? Gewoon om er zeker van te zijn, als je UOV hebt, een indicatie van waar ze zijn. Of als ze een keer met een non-silence wapen schieten, waar ze zijn. Dat is allemaal een indicatie van, oké, daar zijn ze, daar kan ik iemand killen. En dat kan soms wel eens een paar kills op een potje zijn. Als jij net wel in je minimap kijkt of niet op je minimap. En ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk ook op mijn minimap te kijken. Want daar haal je ook een informatie van af waar de teammaten zijn. Natuurlijk je eigen teammaten, waar de tegenstander ongeveer kan zijn. En dat scheelt allemaal weer. En dat zal je dan ook allemaal wel zien. Want je ziet als je goed kijkt naar mijn gameplay. Laatste tijd lekker rushen. En lekker rushen bedoel ik mee. Lekker blijven rennen, blijven gaan. Je ziet het, ik sta bijna niet stil. En dat, daar vind ik altijd geweldig naar te kijken. Ik zie altijd wel gameplays. En daar, oh kijk, hier was de eerste host migration. Heb ik even uitgeknipt. Ging ik hier verder, ging ik uiteindelijk wel dood. Maar dan zie ik soms wel eens gameplays. En ik heb diep respect voor mensen die 100 plus en 200 plus en weet ik het allemaal niet haalt. Maar de manier waarop vind ik altijd toch iets minder. En ja, tuurlijk, het is mijn volledige party. Anders is het ook al bijna niet mogelijk. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Als je 200 plus wil halen, zal je toch wel een team moeten hebben, denk ik. Want solo gaat het heel weinig kansen hebben. Het zal misschien ooit een keer lukken, maar dan ben je heel lang aan het tryharden. Maar ja, het is gewoon, je moet daar gewoon geluk in hebben natuurlijk ook. En ik heb gewoon voor iedereen respect wie zijn gameplays haalt. Alleen ik zeg gewoon, ik vind mijn gameplays meestal leuker omdat ik niet stilsta. En dat niet stilstaand is gewoon ook het gevoel van, ik kan de hele wereld aan. Weet je wel, je rent door de hele mensenmassa heen. Je schiet ze allemaal dood, maakt even triple, 4-man feed. En dan denk je van, wauw. En je kan gewoon nog doorlopen, snel even reloaden, volgende komen er weer aan. En dat geeft je, kijk hier, die geeft je echt het gevoel van, ah, lekker man, nou doorgaan, nou pushen. En dan merk je wel bij je eigen van, oké, dit is wel heel lekker. Rushen, killen, echt grandioos vind ik dat eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk, ja, ik zou zeggen, probeer iedereen dit. Rushen en proberen niet stil te staan, dat is echt belangrijk bij rushen. Oké, soms word je scoped. Dat zie je ook wel bij mij. Heel veel tacticals, die probeer ik ook toch altijd een tip voor die tacticals. Destroy ze gewoon maar. Soms zie ik mensen, dan gaan ze ze opwachten en dan ga je uiteindelijk nog dood of zo. Als je hem destroyt, krijg je ook punten voor. Destroy ze gewoon, dan ben je er vanaf, dan ben je er klaar mee. En dat zal ook allemaal wel weer een beetje helpen natuurlijk voor je punten, voor je scorestreaks, voor
voor scorestreaks. En dat helpt allemaal mee. Ja, kijk, hier zie je ook een AGR. Die ontwijk ik heel netjes gewoon. Hop, even om de pilaar heen lopen. Dat zijn allemaal dingen die je net op de minimap ziet. En kijk, dan net wat nu ook de final kill ziet. Dat zijn momenten. Tenminste, hoe ik de final kill maak. Zijn momenten waar je denkt van... Oh, ik heb goede keuzes gemaakt. Ik maak hier goede keuze om hem eerst te pakken. Daarna de sniper pas. Dat heb je echt... Zo snel moet je daar in de gaten hebben van... Oké, okay, sniper, oké, okay, dit. Dit mannetje doet dit. En die keuzes krijg je door meer ervaring om te bouwen. En dat bedoel ik mee gewoon blijven rushen, blijven gaan. Je gaat vaak in het begin misschien dood. Je zal een keer een potje ook hebben dat je heel goed gaat. En ja, dan merk je wel die adrenaline die je altijd hebt, ook bij MW3. Die adrenaline komt helemaal terug, ook bij Black Ops 2, als jij er zo volledig in gaat. En als je ze dan ook dood weet te krijgen, want dat is ook natuurlijk wel belangrijker. Als je die 3-4 man krijgt en een reloadje en dan weer 2-3 man. Daar krijg je je adrenaline van. En dan vind ik het echt geweldig om naar te kijken altijd. Daarom vind ik ook altijd, ik kijk de laatste tijd heel vaak G-Nasty 720 livestreams. En die gozer is niet normaal goed. Die rent gewoon, die rusht, die maakt kills. En ik geef hem ook soms groot gelijk in sommige dingen wat de tegenstander gewoon doet. Dan staan ze daar weer te campen of de dingen zelf, te headglitchen. Weet ik dan wanneer gaat G-Nasty bijvoorbeeld dood. En dan snap ik zijn frustraties wel. En ja, bij G-Nasty, ik vind gewoon, ik kijk naar hem. En waarom kijk ik naar hem, naar G-Nasty? G-Nasty heeft... Echt zo'n speelstijl die mij ligt. Tenminste, hij rust. Hij gaat er ook volledig voor. Maar hij is nog zeker wel een stuk beter als mij. Want hij haalt gewoon elke keer 100 plussers. En weet ik wat, als hij er even wat voor doet. Haalt hij die 100 plussers en allemaal. Dus dat is echt sick voor woorden eigenlijk. Dus bij hem ben ik ook een beetje aan het kijken. Hoe hij het nou precies doet in de livestream. En welke bewegingen hij gaat doen. En met die bewegingen ga ik proberen in mijn eigen gameplay te verwerken. Kijk, van keuzes die hij maakt. Hoe zou hij het aanpakken? En... die dingen, die vergelijk je met elkaar natuurlijk. Want je wilt een betere speler worden. En dan moet je ook zien voor andere mensen natuurlijk. Die ook gewoon supergoed zijn. Want G-Nasty is gewoon een van de beste van de wereld, vind ik. En ja, daarmee ga ik dan vergelijken van... Oké, hij doet het zo, hij doet het zus. En dat hebben de meeste mensen misschien ook op mijn kanaal. Dan denken ze ook van... Oh, hij rust lekker. Hij doet dit en dit. En dan zie je ook wel eens... Soms zie je, dan kom ik in een feed van 3 of 4 man. Of 2 man, weet ik veel. En dan moet je heel goed kijken waarom. Zet het beeld gewoon stil en ga bij je naar, had jij het ook zo gedaan? Had jij ook eerst die links of die rechts gepakt? Of had jij ook hier even gaan liggen? Of gewoon alles wat ik doe, soms als ik een dubbel of triple kill maak, of soms keuzes waar ik heen loop, zou jij dat ook doen? Of zou jij ergens anders heen lopen? Die keuzes moet je in je hoofd halen van, oké, als jij beter wil worden, moet je kijken van, oké, die gast doet het zo, die gast doet het zo. En daar moet je overal de positieve kanten van uithalen natuurlijk. En dat doe ik natuurlijk ook, gewoon de positieve kanten eruit halen. En daardoor wordt mijn spel alleen maar beter en beter. En daar ben ik echt super dankbaar voor natuurlijk. Je moet het zelf wel voor elkaar krijgen. Maar als jij gewoon veel video's ook kijkt, dan zie je gewoon mensen eigenlijk een beetje voordoen van hoe hun het meestal doen. En dan kan je het een beetje nadoen. Ik snap het, nadoen kan altijd iets lastiger zijn dan het bekijken ervan. Maar als je er eenmaal echt volledig in gaat, dan zal je het wel in de gaten hebben van... Oké, zo moet ik rushen. Ik raak er gewend aan. Ik weet hoe het gaat. Ik weet hoe het moet. Ik weet hoe het loopt. En noem het dan maar op. En dan wordt het voor jou een beetje... Ja, eigenlijk een beetje... Ja, hoe kan je het noemen? Een beetje makkelijker of aangewend, aangeboren ervaring. En dan heb je de kans gewoon om... vaker die hoge gameplay te halen, betere gameplay natuurlijk, veel rushen, veel echt vollediger ingaan, want dat probeer ik ook altijd wel. En soms zie je gewoon, ik ga er even niet in en dan stroop je. En daarom, ik moet gewoon altijd er volledig ingaan. Ik zou gewoon tegen iedereen zeggen, blijf er volledig ingaan. Als je doodgaat, je bent niet echt dood, je kan gewoon weer reviven. Of ja, je wordt weer gerespawned, zal maar zeggen. En je kan er weer tegenaan. Dus ja, je kan gewoon blijven doorgaan en gewoon van het potje proberen zoveel mogelijk kills te maken. En als je een paar keer doodgaat, oké, jammer dan. Maar dan weet je wel, ik heb het mijn best gedaan. Maar dit was eigenlijk wel een beetje de praat die ik had hierover. Dus lekker rushen, waarom ik rush. Bedenk waarom ook ik keuzes maak. Dat is het belangrijkste. Les voor iedereen. Waarom doe ik dit? Of waarom doet die speler dat? Denk dat eens bij je na. Zet het beeld even stop. Zet even stop en kijken, oké, had ik dit ook gedaan? Daarvan leer jij het meeste. Als jij zegt van, nou, ik had het helemaal niet zo gedaan. Ik had misschien weggelopen. Of weet ik veel, ik had ze opgewacht achter een ander kantje. Of weet ik het niet. Dat zijn dingen die bepalen of je gameplay goed of tenminste beter wordt of niet beter natuurlijk. Of dat je scorestreaks kan blijven bouwen. Maar dit was mijn gameplay. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Hopelijk vonden jullie mijn commentary leuk. En dan zeg ik tegen iedereen, subscribe, reactie, like je natuurlijk. En see you later, everybody.